Wat wel geslaagd is, is dat er nu niet meer 1 miljoen mensen via Turkije en Griekenland naar de rest van Europa komen. Ja, maar u stelt dat was niet... vorig jaar het geval. Ja, maar u stelt dus... een jaar geleden niet voor niets uh, dit zo vast, 160.000. En ja. dan is nogmaals 4500 man. Dat is toch gewoon een fiasco? Ja, dat, dat is komt toch niet enorm frustrerend, uh, zeker voor... Griekenland en Italië die zouden mogen rekenen op meer solidariteit van andere landen. Maar je merkt een aantal dingen: omdat de stroom zo is opgedroogd, hebben te veel landen het gevoel dat nou ja, het probleem is eigenlijk opgelost. Waarom zou ik nog uh, eraan meedoen? Bent u dan bereid een, een nieuw aantal en een nieuwe deadline te noemen? Nou, wat ik heel graag zou willen zien is dat die landen die wel uh, hier aan mee willen werken, nu eens wat sneller. Uh, mensen uh, echt overnemen. Je hebt, sommige landen doen dat al vrij snel. Frankrijk bijvoorbeeld, maar ook Nederland heeft een aantal positieve stappen uh, gezet. Ook niet zoveel als beloofd? Uh, ook niet zoveel als beloofd, maar dat komt wel. Dat, dat, Waarom bent u daar zo van overtuigd dat nou, dat wel omdat, komt als dat het afgelopen omdat, jaar niet gebeurt? Omdat we tijd nodig hebben gehad om aan alle kanten te laten zien dat het kan en dat het geen grote problemen oplevert. Dat is altijd met dit soort hele gevoelige vraagstukken. Mensen toch extra voorzichtig aan het begin, niet te veel. Tien keer checken of iemand wel uh, geschikt is of kan komen of geen gevaar vormt. En nu begint dat langzaam te lopen. Er zijn ook landen die zeggen: Kom nou eens door met die mensen. En dan hebben we met de Griekse autoriteiten problemen om mensen te identificeren. We werken er hard aan. Uh, ik denk dat we in de komende maanden zullen zien dat er meer. Mensen in andere landen terecht zullen komen. We zullen denk ik niet op die aantallen uitkomen die aan het begin ter discussie stonden. Die hadden we beter zo... niet kunnen noemen dan. Nou, toen op... Kijk, dat, is... dat zijn ook aantallen die je noemt. Net zoals in Nederland. Dan zie je ook dat het COA plant vanuit een bepaald scenario. Nou zie je ook in Nederland dat er eigenlijk... Te veel capaciteit is gepland omdat er veel minder uh, vluchtelingen zijn gekomen dan vorig jaar verwacht. Dat is eigenlijk hier precies hetzelfde. Ja. Omdat er zoveel minder uh, zijn gekomen, is ook de noodzaak van herlocatie op een lager niveau komen te liggen dan aanvankelijk uh, gedacht. Maar dat laat onverlet dat voor het werken van het hele systeem het belangrijk is dat alle landen echt hun deel doen. Ja. En zover zijn we helaas nog niet. U sprak een paar maanden geleden vol bewondering over Angela Merkel. Zoals zij over vluchtelingen sprak, zei u. Dat, dat was een voorbeeld voor u. Inmiddels uh, de alternatieve vuur Duitsland, de rechtspopulisme in haar nek. Um, is er zelfs twijfel over haar eigen politieke toekomst. Dat zal u ook ontnuchteren, lijkt me. Nee, ik, ik, ik vind nog steeds dat zij op het moment dat ze de beslissing nam... een voor Europa historisch belangrijke beslissing heeft genomen. Gelet op de stromen die toen al kwamen. Dat als zij had gezegd, oké, okay, wij gooien de grenzen dicht, we, we nemen niemand, dan was er op de Balkan en in Griekenland een enorme chaos ontstaan. Met verregaande uh, consequenties voor Europa. Zij heeft voor een andere lijn gekozen. Zij heeft eigenlijk voor de rest van Europa een grote verantwoordelijkheid uh, genomen. Daarin zal ze ook fouten hebben gemaakt, absoluut. Uh, maar ik denk dat die uh, fouten veel eerder zitten bij hoe organiseren we de integratie van mensen. Hoe doen we dat? Dan dat ze zitten bij de keuze die ze toen heeft gemaakt, waar ik oprecht nog steeds grote bewondering voor heb. Dat was een juiste keuze? Ik denk dat dat op dat moment, gelet op de verdere omstandigheden, een juiste keuze was. Want het beeld dat wordt geschetst alsof door haar keuze de vluchtelingen zijn gekomen, dat is zo'n vals beeld. Dat is zo'n vals beeld. Want die vluchtelingen waren al op weg voordat zij zei: oké, okay, wij gaan nu niet de grenzen sluiten, want dan veroordeel je die mensen tot. Uh, Onvoorstelbaar slechte omstandigheden in de Balkan, in Griekenland. Morgen top in Bratislava. Hoe moeten we dat zien? Is dat een, een heissessie? Is het huwelijkstherapie? Het <laughs> ja, is leuk gevonden. Nou, het is de wens van uh, de 27 landen die in de Europese Unie blijven als het Verenigd Koninkrijk vertrekt. Om eens bij Oost. elkaar. Gaat u daar, twijfelt u aan? Nou, uh, wanneer het vertrekt, wat u ja, wilt. Dat, uh, ik, dat, dat het is een vrij belangrijk verschil. Ja, ze ja. hebben besloten te vertrekken. Dat gaan ze ook doen. Geen enkel twijfel van overtuigd. daarover. Daar ben ik van overtuigd. Hoe, dat moet nog blijken. Maar dat ze gaan vertrekken, dat gaan ze doen. En de rest heeft gezegd: we moeten eens een keer bij elkaar gaan zitten. om eens te praten over wat zijn nou dingen die we delen. Want wat ons verdeelt, weten we zo langzamerhand wel. Maar laten we nou eens even gaan praten over dingen die we delen. Wat kunnen we gezamenlijk doen? Wat is de toegevoegde waarde van onze gezamenlijke benadering? Ik denk dat men bepaalde richting zal aangeven op het punt van veiligheid, internationale veiligheid, dus hoe beschermen we onze belangen in de buitenwereld, binnenlandse veiligheid, hoe doen we meer aan het bestrijden van terrorisme op ons eigen grondgebied, investeren, he. iedereen zegt, IMF kijkt of de OESO, Europa investeert te weinig, hoe gaan we ervoor zorgen dat we meer investeren, hoe komen we zo aan meer banen, dat is denk ik waar iedereen het wel over eens is, dat we nu op korte termijn zullen moeten doen. De eerste dingen die u noemt, dat gaat ook over Fort Europa. Het beschermen van de buitengrenzen, het beschermen van de economische belangen van Europa. Is dat een deel van het antwoord op de onvrede, op de crisis, dat Fort Europa steeds meer versterkt wordt? Want dat gaat ook weer een beetje in tegen wat we al decennia gewend zijn: de globalisering. De... Ziet u dat contrast? Ja, maar als je. Grenzeloosheid is geen toestand waarin een samenleving uh, kan voorbestaan. Een samenleving heeft cohesie nodig en voor de cohesie van die samenleving heb je gewoon grenzen nodig. Ja. Als je dat te lang verwaarloost, dan gaan mensen om iets anders roepen en dan krijg je geen grenzen, maar muren. Grenzen kan je overheen. Muren kan je niet meer overheen. En dat is de, de grote keuze die Europa nu moet maken. Want Gaan... grenzen zijn te lang verwaarloosd. Grenzen zijn te lang verwaarloosd door de globalisering. Het is allemaal veel te snel gegaan. Veel te veel in het neoliberale denken van als we alles maar opengooien wordt iedereen er beter van en iedereen rijker. Daar heeft u zichzelf ook schuldig aan is, gemaakt. Daar, daar, heeft, daar heeft de hele samenleving, inclusief de hele politiek, eh, zich schuldig aan gemaakt op een enkele uitzondering eh, hmm. na. Um, maar die uitzondering die roept vaak om het sluiten van landen. Want dat is in deze wereld geen antwoord. Je kunt niet meer teruggaan naar een situatie van eh, autarchie, van nationale eh, zelfstandigheid. Daar is de wereld veel te open voor geworden. Dus je moet die openheid, daar moet je iets tegenover stellen. Daar moet je kracht tegenover stellen die je in staat stelt om wat je binnen die open wereld wil beschermen. En wat anders is dan de rest. En daar heb je grenzen voor nodig. gaat niet zonder. Mensen kunnen niet zonder grenzen. Om het even rond te maken, want... Uiteindelijk gaat het om nationale politici, waarvan u hoopt dat ze hun nek uitsteken, dat ze bereid zijn hun nek uit te steken voor Europa. Maar met al die verkiezingsopkomst en nogmaals met al die populisten in al die landen die het goed doen in de peilingen, hoe aannemelijk is het dat er nog nationale politici zijn die hun nek uitsteken voor Europa? Nou, misschien moeten ze eens de gedachte-exercitie uh, maken. Hè? Men is niet tevreden over Europa zoals het nu is. Prima. Maak het dan beter. Maar men zegt: nou ja, het moet eigenlijk wel weg. Maar maak die gedachte-exercities. Als het nou weg is. En we willen wel een interne markt. Als je nou een interne markt hebt van 28 landen, één markt, dan heb je ook één marktmeester nodig. Dan heb je ook één set regels nodig. Dat iedereen zich netjes gedraagt binnen die markt. Heb je ook grenzen nodig voor het gedrag van multinationals? Moet je er ook voor zorgen dat die netjes belasting betalen als ze winst maken. Dat kunnen we niet meer. Op ons eigen postzegel nationaal regelaars, daar nou eens over nagedacht zou worden. Waarom hebben we dat Europese project nodig? Omdat we sommige dingen gewoon alleen in één land niet meer op kunnen lossen. Vanuit die redenering zou ik Europa verdedigen. En niet vanuit de redenering van alles moet blijven zoals het is. Want dat kan niet. Daar gaan we erop achteruit.